je kijkt naar deze nieuwe vlog. Het is vandaag maandag 9 februari. Dat betekent dat ik over 4 dagen jarig ben en dan word ik 20. Waarschijnlijk verwacht echt niemand dat ik 20 word, maar toch word ik echt 20. Het is nu 2 uur. Ik ben vanmorgen met Miel naar het ziekenhuis geweest voor zijn knie. En dat zag er allemaal goed uit. Hij hoeft, als het goed is, zoals het er nu uitziet, hoeft hij niet geopereerd te worden. Dus dat is echt top. En hij heeft zeg maar een brace om zijn been heen zitten. Daar moet hij nog 4 weken mee lopen. Minimaal. En dan moeten we terugkomen. En dan gaat die vrouw kijken of die brace af kan. Dus dat is echt heel erg chill nieuws. En we gaan natuurlijk vrijdag naar Londen. Maar op zich lukt dat wel gewoon met krukken en zo. Dus we hoeven ook geen rolstoel aan te vragen. Dus dat is ook heel fijn. Ik ben vandaag begonnen met een sapjeskuur. Namelijk van Juice Express. En daar is als het goed is al een aparte video over online gekomen. Want ik doe deze sapjeskuur vandaag, dinsdag en woensdag. En dan wil ik eigenlijk de video al vrijdag online hebben staan voor jullie. Dus als die al online staat, zal ik hem eventjes in de beschrijving zetten. Maar dat ben ik nu dus aan het doen, aan het kuren. Ik weet niet, ik doe in ieder geval die kuur. Maar ik heb gewoon zin om ergens op te kouwen en iets te eten. Het is echt heel erg. Ik heb pas een halve dag erop zitten. Ik moet nog 2,5 dag. Maar ik ga mezelf sterk houden. Ik ga het niet doen. Ik moet vandaag werken van 4:30 tot 7:30. En daarna ga ik bij mijn moeder slapen. Dus ik ga over ongeveer een uurtje weg. Ik ga nu nog eventjes lekker op mijn laptop filmpjes kijken, denk ik, of zo. Ik ben gisteren begonnen met You seizoen 2. Ik had seizoen 1 al gekeken, maar ik had niet echt de behoefte om seizoen 2 ook te kijken. Tot gisteren. Toen dacht ik opeens, goh, laat ik seizoen 2 gaan kijken of zo. Dus dat ga ik denk ik nu nog eventjes doen. Of mijn weekvlog alvast een beetje bewerken. En dan vanmiddag werken. Ik ga zo naar werk toe. Nog 10 minuutjes en dan ga ik. Maar ik moet zo nodig plassen van die sapjeskuur. Maar ik zit het gewoon zo lang mogelijk uit te stellen. Zodat ik niet om de 10 minuten hoef te plassen. Als ik het nu gewoon een beetje ophoud. Dan kan ik zo meteen een groot plasje plegen. Kijk, Rob, wat vind jij van deze foto? Ik vind die lachende wel leuk. Maar ik vind die ook leuk. Maar welke dan? Die lachende vind ik. Ja, die. Dit ruiken? Ik vind, ja, ik vind die ook leuk. Ja, dat voor is veel, ja. Dat is veel meer van, hoe zeg ik, positiever of zo. Misschien komt er nu nog een betere. Dus vind je deze kleur mooi? Maar ik durf dat niet op meteen. Ja, dat is leuk, ja. Ze is sowieso zo. Dan mag ja, misschien lijkt het of ik schimmer. Ja, daarom. Oh, ja. Ik ga donderdag wel meteen aan. We kunnen ook gewoon onze eigen jelly meenemen. Ja. Maar je hebt ook geen tenen gezongen. Hi! Het lijkt me dat ik dit van. Moet je met die vlog? Oké, gaan we die koude foto maken. Alleen niet mijn nagels, oké? Want kijk. Oké, dan moet jij de foto maken, dan moet ik zitten. Nou, op zich mag je wel mij. Maar dan van ver af. Ja. Niet dat ze echt zien dat ik stompjes heb. Kijk even hoe vroeg we weg mogen. Oeh, wat goed. Oeh, wat goed. Ik ben thuis van school en ik heb echt bizarre honger. Echt niet normaal. Ik heb nu een sapje van 2 uur. Want we mochten eerder weg van school. We hadden eigenlijk les om tot 4:30. Maar omdat de spa zo rustig was, mochten we praktijk en theorie of als eerder doen met de andere klasmeester, dat wij eerder naar huis mochten. Maar ik ga even een sapje opdrinken. Ik heb echt zoveel trek. Ik wil gewoon lekker iets te kauwen hebben. Lekker broodje, avocado met een eitje. Of ja. Donderdag ben ik natuurlijk jarig. En dan ga ik met Milan in de avond uit eten. Gaan we lekker sushi eten. Dus daar verheug ik me nu echt al heel erg op. Ik ga eventjes mezelf inschrijven voor de proefstudeerdag van Creative Business voor de Hogeschool van Amsterdam. En daar ga ik samen met Rosa heen. En ik ben een beetje overbelicht volgens mij. Ja, beter. En dan moet ik zo meteen eventjes een pakketje op de post doen. Bij Post NL. En er is een pakketje van AliExpress binnen. Dus die ga ik eventjes openmaken voor jullie. Ik heb vandaag trouwens een... mijn buurvrouw die kijkt echt me heel hard aan. Oepsie. Ik heb trouwens mijn Color for Rebel trui vandaag gewoon aan. Met een pantalon van de
H&M. En mijn Nike schoenen. En mijn windfles. Oh, wat leuk dit jaar. Hier heb ik echt oprecht heel lang op gewacht. Maar dit had ik besteld voor Lots of Love. Dit zijn zeg maar van die dotting tools of zo heette dit. En dan kan je dus op nagel kan je met je nail art maken. Kan je van die stipjes zetten en zo. Ik had dit vroeger altijd al als klein meisje. Als klein meisje. Maar nu heb ik het ook gewoon voor Lots of Love. Maar goed. Ik ga even dat sapje opdrinken. Me inschrijven voor die hogeschool. En even naar de Primera lopen. Om dat pakketje van PostNL weg te brengen. Dus ik ga mijn sapje drinken. Waar ik echt geen zin in heb, maar goed. En ik ben ondertussen mijn nagels aan het doen. Ik heb van AliExpress, echt al heel lang geleden, van die plaknageltjes besteld. En die heb ik nu dus allemaal opgeplakt met nagellijm. En helemaal in model geveld. En dan ga ik er nu een gel lakje overheen doen. Dat het net lijkt of ik echt hele lange mooie nagels van mezelf heb. Maar het is niet zo. Maar ik heb dus even hier zo'n wieltje met alle kleurtjes die ik heb. Maar ik weet niet welk kleurtje ik wil opdoen. Dus dat is een beetje de vraag. Ik denk dat het deze wordt, die nude pink. Die vind ik wel mooi. En die is ook straks voor Londen en zo kan er gewoon alles bij. Dus ik denk dat ik die lekker op mijn nagels ga doen. Maar ik ga eerst natuurlijk mijn drankje drinken. Oh, en ik moet zometeen ook eventjes, daar ga ik even een herinnering van zetten. Mijn volgende sapjes eruit halen voor morgen. Want die liggen nog in de vriezer. En die moeten morgen natuurlijk wel ontdooid zijn. Dus eventjes een timer zetten, zodat ik dat zometeen niet vergeet. Ja, oké. Okay. Oh. En deze proef je echt heel erg die rode biet. Oké, ik ben eindelijk klaar met mijn nagels. Even kijken of ik een lampje voor jullie kan maken. Hoe ga ik dit doen? Zo. Wacht. Kijken of ik het zo kan doen. Nou, je ziet er echt geen hol van. Zo dan. Ja, zo is het beter. Ik heb de kleur nude pink op mijn nagels. En dan met die tips of die nep dingen eronder van Ali. En helemaal zelf geveld. En die gel lak erop. Ja, I like it a lot. Ook voor Londen volgende week. En natuurlijk mijn verjaardag donderdag. Heel erg leuk. Blij mee. Zo, hij is een beetje warm. Wat? Oh, die film. Oh, ik dacht, hij gaat die film aanzetten. Ik dacht ook. Hoi, vloggertjes. Nou, wij zijn op school. Ik heb een taart. Ik ga even de taart laten zien. Ja. Zo, ik even. Ja, hou jij maar vast. Ja, ga maar jezelf filmen. Hi! Fleur is een hele lekkere taart. Dit is rode vorige jaren. Ik heb. Dit is rode van de plek. Kijk, we hebben stekkers voor Londen. Een chocoladereep voor Valentijnsdag. Kijk, je ziet Sam! Heb je stekkers nodig? Ja. Moet je zo'n stekker voor al die pukkel op mijn hoofd. En de taart. Oké, wacht. Oh, ik zal deze wel nemen. Ah, mooi. Op het moment. Wanneer ga je, Sam? In mei. Oh, neem deze maar. Oh, ben je dan lieverd? Tada! Lekker! Dus die gaan we morgen eten in de klas. Zo'n wereldstekker. Fleur is morgen, ja! En, jongens, we gaan bijna ons haar bruin verven. Heb je daar zin in? Ja! Ja! Okay. Ik wil wel weten hoe het is. Hoe toch niet zo. We gaan het de 22e verven. Dus dan komt die vrijdag daarna online. Ja. Jongens, waar zullen we uit eten? Of bij de Griek of bij Lutje. Jullie mogen bepalen. Kies maar. Zet maar in de comments hier beneden. Hier beneden. Onder de tafel. Onder de tafel. Zet het daar maar neer. Ja, want we weten het niet. We vinden het allebei lekker. We kunnen ook voorgerecht bij Lutje doen en dan daarna door. Ja, doei. Ik denk dat ze dan echt heel raar aankijken als je deze van tafel. Fleur gaat morgen naar Londen. Overmorgen pas. Oh, overmorgen naar Londen. Ik dacht ze mij alleen laten.
Oh, wat kan jij? Je kan toch ook lunchje bij de eten? Kan je ook een bloemetje? Ik kan helemaal niks. Ja, maar we willen we moeten dan zondag in het weekend. En dan willen we daarna gaan eten. Kijk. Ik kan niet. Wat doe je? Kan je dat? Ik kan niet eens mijn tong zo doen. Wat zit je nou weer te proberen dan? Oh, het kon een beetje, kijk. Ja, dat was een probleem. Nee, ik echt een rare probleem. Kijk, hij gaat wel zo. Hoe doe je dat? We hebben ondernemen, jongens. Nee. Jij hebt je spuug zo naar beneden zo. Ik ben thuis van school en ik ben net eventjes naar het kruidvat geweest. Om wat dingetjes voor Londen te halen. En er is een pakketje van Naked binnen, dus dat ga ik ook eventjes laten zien. En ik zal eventjes de broek laten zien die ik... gekocht heb vanmiddag. En ik had die stekkerdoos volgens mij al laten zien. Ik heb wat ondergoed bij de H&M gekocht. Maar dat ga ik niet laten zien. Maar dit zal ik wel eventjes laten zien. Ik zal dit eventjes neerzetten ook. Ik zal eventjes beginnen met de broek die ik vanmiddag heb gekocht. Ik ging eerst eigenlijk bij de Primark kijken voor een broek. Omdat een paar jaar geleden had ik daar een broek. Dat was echt mijn lievelings. Maar die was nog helemaal verkleurd. Dus die heb ik niet meer. Maar die kon ik ook niet meer vinden bij de Primark. En ik had wel eentje gevonden, maar die vond ik weer te lang en niet mooi. En bij de Pieces slaag ik eigenlijk altijd voor een broek. Dus ik dacht, ik ga gewoon daar kijken. En ik heb er ook eentje gevonden. Namelijk weer even een zwarte. Maar niet zo'n neppe zwarte. Dus het is wel zeg maar met een beetje nog kleurverschil erin en zo. En ik vind dat wel heel erg mooi. Ik heb hem in een maatje S en lengtemaat 30. Want je hebt daar dus ook lengtematen. En het is gewoon een... zwarte skinny, maar kijk, zoals je ziet is hij een beetje... Hij is eigenlijk heel donkergrijs tegen het zwarte aan. En dat vind ik juist wel heel erg mooi. Dus die heb ik weer eventjes nieuw gekocht, zodat hij mee kan naar Londen. En deze was 40 euro. Dan ben ik net eventjes bij het kruidvat geweest om wat dingetjes te halen, ook voor Londen. Even kijken, nieuwe scheermesjes heb ik gekocht. Reinigingsdoekjes voor je gezicht, want ik heb niet... Want ik heb geen zin om die hele grote L'Oreal flessen mee te nemen. En dan heb ik ook nog micellair water om daarna mee over het gezicht te gaan. Een douchegel van Nivea. Deze ruikt echt heel erg lekker. Een mondwater. Een mini tandpasta. En dan nog een mannendeel. Want het was nu 1 plus 1 gratis bij Nivea. En ik gebruik deze deel altijd en Milan ook. Dus ik dacht, dan is het makkelijk om die deel mee te nemen. Want dan hoeven we er maar eentje mee te nemen, omdat we hem allebei gebruiken. Dus dat is wat ik bij het kruidvat heb gekocht. En dan had ik vorige keer natuurlijk een pakketje van Naked binnengekregen. Alleen die was niet compleet. Maar nu is het tweede deel ook binnengekomen. Dus dat zal ik ook eventjes aan jullie laten zien. Ik zal beginnen met het pakketje wat ik wel al binnen had gekregen. En daar zat namelijk dit mega mooie badpak in. Het is echt zo'n heel mooi groen kleurtje. Straks als ik lekker bruin ben op vakantie. Echt love it. Voor heeft hij een V-hals. En achter heeft hij ook een V-hals. Maar die is nog ietsjes dieper zoals je kunt zien. Hij zit een beetje in je billen, maar niet heel erg. Maar dit leek me ook gewoon heel erg leuk voor stel dat we ergens naartoe gaan. Dan doe je gewoon een badpak aan. En dan een shortje eroverheen. En dan heb je ook wel een leuke outfit voor op vakantie. Dus die. Dat is volgens mij ook nog in het zwart. Dan... een hele lange jurk. Oké, mijn camera viel uit, want er stond veel op. Maar deze jurk. Maar ik vind de kleur in het echt wat minder mooi dan dat die op de zijde was. In het echt. Of op de zijde was die echt een beetje mooi donker bordeaux rood. En het is echt. Is die gewoon veel feller. Maar het is dus een hele lange maxi jurk. Ik zal even een plaatje in beeld zetten ervan. Van het model. Want dit is gewoon heel lastig te laten zien. En dan heeft hij hier in het midden een. V-hals met allemaal knopen. Maar ik zet wel even een plaatje in beeld. Dat is misschien wat makkelijker. En dan had ik van Naked ook nog een witte bralette. Maar die heb ik al aangehad. Dus ik denk dat die in de was zit. Maar dan zal ik ook eventjes het nieuwe pakketje openmaken. En aan jullie laten zien. Zo. Even kijken. Als eerst een lila. Want ik heb natuurlijk die lila van Chiquelle. Maar die is gewoon heel snel heel lelijk geworden. En toen zag ik deze. Hij is wel ietsjes
te licht lila, vind ik. Het is meer een beetje lichtrozig. En dit is ook een joggingsbroek. Maar dan eentje die wijd uitloopt. Dat leek me ook wel grappig. Gewoon met een leuk leerjasje of zo eroverheen. En die heb ik in een XS. En dan nog een zwarte broek. En deze heeft Rosa ook. En die vond ik toen heel mooi bij haar. Toch? Dat is op deze. Oh nee. Grapje. Ze hebben de verkeerde opgestuurd. Huh? Maar deze broek lijkt echt... Oh my god, meen je dit? Er staat dus hier op het kaartje maat XXS. Maar hier in het dingetje. Ik weet niet of je het kunt zien. Staat XXL. Dus deze broek is echt veel te groot voor mij. Maar dat had dus een zwarte joggingsbroek moeten zijn. Maar goed, die pas ik dus in ieder geval niet. Dus die gaat op de stapel bij de dingen die ik ga verkopen of wegdoen. Dit is een stapel daarvoor. Die heb ik helemaal gemaakt. Maar dat zijn in ieder geval de dingetjes die ik van Naked heb gekregen. De kortingscode die zal in de beschrijving staan. Ik weet nog niet wanneer die geldig is. Maar die zal ik wel eventjes in de beschrijving zetten. Ik ga zo meteen naar mijn moeder. Maar ik ga pas zo meteen, want zij zijn nu lekker kibbeling aan het eten. En aangezien ik niet mag eten, kan ik daar echt niet bij zitten, want dat wil ik ook. Dus ik ga pas naar mijn moeder als we klaar zijn met kibbeling eten. En dan zijn mijn opa en oma daar, want morgen ben ik jarig. Dus dan komen ze alvast eventjes gezellig voor mijn verjaardag en zo. Dus dat is de planning vanavond. Ik ga dit eventjes opruimen, want natuurlijk één grote ravage. En dan zo meteen naar mijn moeder. Het is vandaag donderdag 13 februari. En dat betekent dat ik vandaag jarig ben. Ik ben vandaag 20 geworden. Oeh. Al lijkt ik nog steeds een beetje 16. Vindt iedereen. Ik ben toch echt 20 geworden vandaag. Ik ben al terug van school. Het was echt super leuk in de spa. Op donderdag heb ik altijd zeg maar een halve dag spa. En vandaag had ik de ochtenddienst. Dus ik moest van 9:30 tot 3:30. En ik had gisteren dus Red Velvet taart met Rowan gekocht. Om te trakteren. En het was echt super lief en leuk. En dit was gewoon echt heel erg gezellig op school. En daardoor voel ik me echt nog een beetje wat meerjarig. Ook al mijn lieve vriendinnetjes hebben echt allemaal van die grappige filmpjes en foto's in hun verhaal gezet. En zo. Dus ik zal hier even zo meteen een complicatie of iets laten zien. Van wat ze er allemaal hebben ingezet. Echt super lief. Ik vind dat echt... Ik weet het gewoon, dat is een soort van aan je denken. Vind ik gewoon heel leuk en heel lief en zo. Gisteravond kwam ik opeens met het idee dat ik vandaag naar de kapper wilde en eventjes mijn puntje wilde laten knippen. Lekker mijn haar wilde laten feunen en wassen en alles. Dus ik heb over 20 minuutjes een afspraak. Dus ik ga over 10 minuten lopen. En als ik dan terug ben, dan ga ik eventjes de koffer voor Londen verder inpakken. Ik heb gisteren al een beetje een beginnetje gemaakt. Maar ik ga zo meteen de rest dan verder inpakken. En vanavond ga ik samen met Milan gezellig uit eten. Bij Akito, zoiets schrik je dat uit, in Rijswijk. En dat is dus een sushi restaurant. Super lekker. Dus daar gaan we vanavond lekker eten. Ik heb nu gewoon heel simpel een hoodie aan van de H&M mannen. Ik moet eventjes mijn praktijkjasje van de spa uitdoen. Want dat is een beetje raar als ik daarmee naar de kapper ga. En dan als ik terugkom van de kapper ga ik mijn make-up eventjes opnieuw doen. Wow, ik ben echt heel rood opeens. Ligt het aan mij? Ga ik even mijn make-up opnieuw doen. Want op stage zijn mijn wenkbrauwen weer lekker geëpileerd met een touwtje. Echt super blij mee altijd als ze dat even doet. Dus ga ik mijn make-up lekker opnieuw doen. Mijn haar is dan mooi schoon, gefeund, geknipt en wel. Dus ja, en dan ga ik me mooi aankleden voor het uit eten vanavond. En echt super lief. Ik heb het vanmorgen niet gefilmd. Maar ten eerste, mijn vader had gisteren heel erg lief de woonkamer een beetje versierd. En wat hij vindt, hij weet dat ik het heel leuk vind als het een beetje versierd is en zo. Dus dat had hij gedaan, echt super lief. En vanmorgen, Ro en ik, die spreken eigenlijk altijd af om 9:00 van dat we dan samen naar school rijden. Ze zei, ja, vind je het goed als ik wat eerder kom? Dus ik zei, ja, tuurlijk, kom maar. Ze zei, ja, zorg dat je nog geen trek hebt. Dus ik wist gewoon al dat ze iets had gehaald. En toen was ze dus, had ze een taartje gisteren gekocht bij de bakker en meegaan. We zo
zo intens lief. Alleen ik heb hem voor de helft opgegeten. Omdat ik vanmorgen niet heel veel trek had. En ik dacht, heb ik in de middag nog wat. Dus dat stukje ga ik eventjes opeten. En ze had ook een heel erg lief kaartje laten maken bij Greets. Deze. It's your birthday, let's drink on it. En dan hele tekst met een foto erin. Echt heel lief. Ik vind het zo lief altijd als mensen dit doen. Echt, I like it. En van mijn vader had ik ook een kaart gekregen. En van mijn opa en oma gisteren. En van mijn moeder gisteren ook. Want die heb ik gisteren gezien. En er is een pakketje van Lovelinks binnengekomen. Maar ik heb niks besteld. Dus ik ben heel benieuwd wat erin zit. Oh wacht, ik zal ook eventjes die taart trouwens laten zien. Echt. Het was dus een bruidstaart. Maar Ro vond het gewoon heel erg leuk dat hij zo verschillende kleurtjes had. Dus die vrouw in de winkel tegen haar gezegd. Ja, maar het is wel een bruidstaart. Toen had gezegd, oh ja, maar het maakt niet uit. Zo leuk. Oh, je ziet hem niet meer heel erg goed. Ik heb namelijk al heel veel ervan opgegeven. Maar het was echt heel lekker. Kijk. Het allemaal leuke kleurtjes. Dus die had ik van haar gekregen. Zo. Dus die ga ik straks na de kapper eventjes nog opeten. En dan een pakketje van Lovelinks waar ik niks besteld had. En ook geen idee had dat ze iets zouden opsturen of iets. Omdat we het zo tof vinden dat je ons in jouw vlog hebt laten zien. En dat onze bronzen Wildlings nu nog mooier zijn. Thank you Fleur. Deze krijg je van ons als cadeau. Happy Valentine. Zo lief. Kijk, ik had dus zelf gewoon bij Lovelinks oorbelletjes besteld. Omdat ik hun gewoon echt heel erg leuk vind. En toen blijkbaar hadden ze dat dus gezien. En hadden ze heel veel vragen naar die oorbelletjes gekregen. En dat vonden ze zo leuk. Dat ik het uit mezelf in die video liet zien. En er zo enthousiast over was. Heb ik nu dus iets van ze gekregen. Oh, dat vind ik heel lief. Oh, nog zo'n mooi zakje. Die kan lekker mee naar Londen. Oh, ze hebben er echt super veel in gedaan. Oh my god, hier ben ik heel blij mee. Het zijn echt mijn lievelingsoorbellen. Oké, ze hebben de kleinste erin gedaan. Dat vind ik echt een heel mooi maatje. En ze zijn nu dus nog mooier dan dat ze al waren. Want dit is dus met nieuwe collectie en zo, denk ik. Die andere waren ook iets meer verkleurd goud. En dit is echt wat helderder goud. Wacht, dit is een... Even kijken hoor. Dit is een XXS maatje. Let goed op. Ik ga het allemaal vertellen. Want ik kreeg daar heel veel vragen over. De kleinste is de XXS. Dan heb ik hier een maatje groter in de XS. Ook heel mooi. Waarom staat die steeds scherp op deze stomme fles? En dan heb ik nog een maatje S. En die is nog groter. Maar ik vind dat heel gaaf. Straks voor op Ibiza. Met mooi maar. Of op Ibiza. Ook op Ibiza, want ik ga met Rosa in de herfstvakantie als het goed is naar Ibiza. Maar ook voor straks op Bali zo, met al die leuke festivals. Oh, ik ben hier heel blij mee. Ik ga eens eventjes een berichtje sturen om te bedanken. Maar goed, ik ga dus eventjes naar de kapper. Ik zal laten zien hoe mijn haar er nu uitziet, want het ziet er niet uit. Kijk, kan wel een kappersbeurtje gebruiken. Ik ga gewoon eventjes de puntjes eraf laten knippen. En wassen en feunen. Oh, en dan moet ik zo meteen ook nog eventjes een stukje video opnemen. Voor de sapjeskuur video. Dus dat ga ik doen. Ik sta eventjes in Sam's kamer. Ik ben naar de kapper geweest en ik heb het zelf eventjes gesteld. Ik vind niet dat ze het heel mooi hebben geknipt. Want vorige keer, ik zal eventjes een foto in beeld zetten. Heb ik het ook daar laten knippen. En toen was het heel mooi, die lock zeg maar zo. En heel mooi liep dat over naar mijn eigen haar. Maar nu is het een beetje hak op de tak. Alsof ik het zelf geknipt heb. Dus het liefst knip ik dit nog af. Zelf. Zodat het wat mooier overloopt. Dus misschien dat ik dat vanavond ook wel ga doen. Aan deze kant loopt het wel iets beter over. Maar deze kant is een beetje een beetje half-half. Maar ik heb eventjes mijn haar gedaan. Make-up gedaan. En ik heb dus die nieuwe oorbellen van Lovelinks in. Dit zijn de XS'jes. De middelste die ik heb gekregen. De blouse heb ik aan van de Zara. En mijn kettingje krijg ik ook heel veel de vraag over. Fijn dat hij het scherp stelt. Not. Hallo. Ja. Kijk, mijn kettingje is van Lot. En mijn ringetje ook. En dit ringetje is van... Geen idee. En ik heb gewoon hier een zwarte broek onderaan. Mio en ik die gaan over een kwartiertje weg. Gaan we lekker uit eten. En ik twijfel een beetje om een Londen vlog te maken. Of voor een Instagram TV over te maken. Want we gaan natuurlijk 4 dagen. En ik ga met Mio samen. Die wil niet... Heel erg uitgebreid in de vlog en zo.
Dus misschien dat ik er een Instagram TV van ga maken. Dat lijkt me ook weer heel erg leuk een keertje. Dus daar twijfel ik nog een beetje over. Maar daar heb ik nog even een paar uurtjes om over na te denken. Maar wij gaan zo lekker uit eten. Ja, ja, ja. We weten het. Grote zak met M&M's. Met roze, lila, lichtblauw, groen, geel, oranje, rood. Even kijken. Dan bij zo'n drogisterij, bij dat poetsdinges, hebben we lippenbalsem en van dat, hoe heet het ook weer? Soap and Glory. Een, wat is dit? Scrub. En een BP's in de body button. En even kijken wat nog meer. Oh ja, een pot Reese's. Maar dan voor het brood. Maar ik heb hem al geproefd. Maar ik vind hem eerlijk gezegd niet heel lekker. En dan, oh, dat ligt hier. Hebben we zo'n snoepbox gekocht. En daar heb je dan die grote nerds in zitten. Klein doosje met nerds. Dit zijn van die jawbreakers. En er zaten hier nog drie kleine snoepjes. Maar die hebben we al op. Die heb ik al op. En dan even kijken voor Zoe. Een pot Maltese voor het brood. Die vindt Maltese zo lekker. En we dachten maar, hebben we ook een souvenirtje. Want toen we in Kos waren, hadden we voor dag maar zo'n shotglas gekocht voor uit Kools. En nu zagen we hem ook met de Engelse vlag en zo. Dus hebben we die ook voor dat gekocht. Dus. En ik zal eventjes de hotelkamer laten zien. Als je hier binnenkomt, heb je hier de spiegel. Heb je hier gewoon een stoeltje. TV. Bed. En dan heb je hier zo'n ronde iets. En dan heb je hier de badkamer. Het is niet heel groot, maar het is wel heel schoon. En ze hebben net ook de kamer lekker opgeruimd.